Een infectie van de hond met hartworm kan levensbedreigend zijn. Ze komen in Nederland niet voor, maar wie zijn hond meeneemt op vakantie naar Zuid-Europa kan ermee te maken krijgen. Besmetting gebeurt door muggen. De larven van de hartworm komen via muggenbeet in de hond en bewegen zich in een paar maanden naar hart- en longslagaders. Volwassen wormen kunnen wel 30 centimeter lang worden en een millimeter dik. De larven kunnen wel 2 jaar overleven in de bloedsomloop. Hartwormen veroorzaken ontstekingen en daardoor verdikking van de wand van het hart of de slagader. Het hart moet harder pompen om eenzelfde bloedstroom op gang te houden. Uiteindelijk leidt de besmetting tot hartfalen. Aanvankelijk merk je niet dat je hond besmet is. Pas in een ernstig stadium veroorzaakt de hartworm symptomen. Meestal is dat een paar jaar na de besmetting. De hond hoest steeds meer, is lusteloos en de ademhaling gaat moeizamer. Bij inspanning kan hij instorten. En aan de hand van bloedonderzoek kan de diagnose worden gesteld. Bestrijding van hartwormen en de larven is niet altijd zonder gevaar. Stervende exemplaren kunnen namelijk verstoppingen of shock veroorzaken. Soms is al te veel schade aangericht, dus verbeteren de symptomen niet. Hartworm komt tot halverwege Frankrijk voor en rukken zelfs op in noordelijke richting. Een besmetting is eenvoudig te voorkomen door het gebruik van preventieve middelen. Dit kan met tabletten, een pipet of een halsband. Gebruik deze middelen zolang het muggenseizoen duurt. Sommige middelen werken meteen ook tegen andere parasieten. Ga je op vakantie naar Zuid-Europa met je hond? Vraag je dierenarts vooraf om preventiemiddelen. Ben je met de hond in een risicogebied geweest zonder preventie? Bespreek dit dan met je dierenarts.